hebben liggen. Dan kunnen we al proberen met een zwambordje, maar dat werkt eigenlijk niet. Daarom hebben wij aangedreven zwamtrommels. Via die zwamtrommels wordt ook de maaibalk aangedreven. Wat is de groot nadeel van de gesleten ophanging is? Die bok hangt aan die trekker. Ik rij hier door een gat van 10 centimeter. Dan gaat hier voor die bok 30 centimeter op en neer. Wat doet die maaier? Die gaat dieper en ondieper maaien, omdat die bok op en neer gaat. Die gaat daar dieper of ondieper maaien, terwijl hier het gras zit. Dat klinkt logisch, hè? Nou, dat is dus het basisprobleem van de sleepbok. Dat komt in Nederland natuurlijk niet erg naar voren, omdat hier altijd vlak is. Zeker hier. Maar in Beieren was dat veel erger. Toen zijn wij overgestapt naar een duwbok. Bij de Big M1 had ook sleepbok, de Big M2 ook een duwbok. Dan hangt die maaier gewoon vast aan de trekker in veren. Die ligt ook maar 150 kilo op de grond. Als hier een gat komt, zakt die in de gat. Die maaier alleen. Als hier een gat zit, gebeurt er niks. Die maaier volgt gewoon de bodem. Wat gebeurt er nu als ik tegen een bult omhoog rijd? Als je hier in de topslang kijkt, dan zie je dat een telescopische topslang is. Die kan niet langer worden, dat is de maaieinde, die kan alleen korter worden. Dus als ik in een gat rijd en ik moet uit dat gat, dan zou die vroeger er in de grond gemaaid hebben. Nu kiept die maaibalk gewoon achterover. Die wordt met die veren omhoog getrokken en die kan achterover kiepen. Op het moment dat het gat weer voorbij is, schiet hij weer uit en kan hij weer omhoog rijden. Dat is de functie van de telescoop. Even opletten. Hij laat hem even wat verder doorrijden. Het verhaal over die frontmaaier heb ik al verteld, dus dat hoef ik niet nog een keer te doen. Die is 2,80 meter, geen 3,20 meter. Dus hij moet verschrikkelijk recht sturen. Die maaier heeft een obstakelbeveiliging. Hoe werkt dat? Daar zitten jullie bij de onderste hefarmen, zit een constructie. Hoe doen de meeste merken dat? Die bouwen hier een spierpunt. Grote veer voor erop. En dan kan hij 70 centimeter uitwijken. Waarom kan hij niet verder? Omdat aan deze achterkant in de knop komt. Hoe doen wij dat? Wij laten de onderste trekstang, die wordt langer. En aan die kant wordt die korter. Dus wat gebeurt er als ik hier tegen een boom aan rij? Dan gaat hij hier 1,40 meter naar achteren. En ginds 1,40 meter naar voren. Dus die maaier zwijgt in zijn geheel achter de trekker. Dat betekent dat je geen weer nodig hebt, want dit is eigenlijk tegengewicht. Dat wou ik net vertellen, als je nou niet naar Hans Anders bent geweest en je ziet daar twee bomen op 6 meter en je rijdt gewoon deur, dan ligt er dubbel achter. En daar ben ik heel blij mee, want dat is onderdelen omzet voor ons. Kijk. Dus al dat gras waar je dubbel gevouwen en dwars, dat weet ik wel, dat is niet goed.
Je moet de waslaag verschuiven. Hoe doet het dat? Heel simpel. Je doet het over de volle breedte en in zo dun mogelijke laag langs een plaat wrijven. Hoe dunner de laag je langs een geribbelde plaat wrijft, hoe groter het kneuseffect. Knikken heeft in gras totaal geen zin. Dat moeten we met luzerne doen. Luzerne, dat is een stengelgewas, dat moet je knikken. Maar een bladgewas moet de waslaag beschadigen. Dus hoe doen wij dat? We hebben hier een kneuzer, die kunnen jij in twee toerentallen instellen. Die staat nu op 600, die kan op 900. Dus gewoon een tandwielkast verzetten. Dus de aandrijving komt vanaf hier, die achterkast gaat naar hier. Hier drijf ik de kneuzer aan. Via dezelfde aandrijving achter ook de maaier. Hou even de veerontlasting wil testen, hou even vast. Ja, ook wel. Dus daar is een dikke. Je legt hem met dikke 150 kilo op de grond. Als je het te licht doet, dan is het probleem dat hij tijdens het maaien gaat springen. Tenzij dat je natuurlijk op land super vlak gaat liggen. Oké, verder geldt hetzelfde hier. Hier hebben ze de sleutel om de messen te wisselen. Twee cilinders, één opklappen, één kop achter de land. Oké. Hier aan de kant. Geen beestmaaier hier op die maaier, gewoon alles via de vangassen aangedreven en tandwielkasten. Het is nadeel van de maaier. Ik zal het even laten zien wat mijn kost kan.